Snipe, mate! Mensen van mijn kanaal, oftewel Rotjoch, en welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben hier samen met Duffy Games. Dus hallo, kijk voor Duffy Games. Hallo. Zo, dat was ik ben echt verkeerd gespant volgens mij. Nou, nee, laat maar. Never mind. Nee, laat maar. Oké. In ieder geval, jongens. Hoi. We zijn een keer een Team Skywars dit keer. Want het is natuurlijk vrijdag. En Duffy doet hem ook op een vrijdag, Skywars. Ja, dus, Ik moet wel zeggen, eigenlijk zou ik gewoon een Skywars uploaden. Maar ja, weet je. Die is wat dat betreft wel beter. Nou, we gingen vorige keer solo Skywars gedaan. Maar het is nooit leuk om elkaar te moeten killen op zo'n manier, zeg maar. We waren weg tegen elkaar, want we weten, Duffy en ik doen niet aan teamen. Dat doen we gewoon niet, zo simpel is het. En dan moeten we uiteindelijk elkaar killen en dat is gewoon niet leuk, weet je. Nee, op. En dus vaak killen wij elkaar gewoon puur uit troll van, oké, ik kill je en ja, klaar. Uiteindelijk is het ook killen van als in, ja, we moeten wel, we zitten in de finale. Daarom. Terwijl ik hier echt iemand van onze teamgenoot keihard aan het naaien ben, maar dat maakt niet wat uit. Dan? Ja, hij zit hier heel rustig allemaal dingen te looten, toch? En ik kom er naartoe en ik jat al zijn spullen en gelukkig. Ik mine snel de diamond blocks. En, ja, ik heb namelijk echt bijna niks. Ik heb best wel troep. Ik heb oké stuff. Oké, dat is gelukkig, want ik heb echt best wel vrij weinig shizzle. Ik blijf denk ik maar gewoon niet beneden zitten en dan moet wel goed komen volgens mij. Zal ik naar jou toe komen? Ja, is goed. Even kijken, wat heb je überhaupt van diamond? Helmen, schoenen. Oké. Ik maak sowieso even een wapen dan voor jou erbij, want... Ik heb ook een wapen. Heb je dan wapen? Oké, dan... Ja. Heb je ook eten voor me? Holy shit, wat zit je... Ik heb dit damage hier. Dat was ik. Ik zie jou niet, grap. Waar sta jij? Ik sta echt vlak voor je neus. Hebben we dit weer? Ik zie je niet. Hebben we dit weer? Ik kan wel een appel gooien, maar hier. Ik zie jou echt niet. Ik meen het serieus. Bloep. Laat ik eerst even een diamond helm voor mezelf maken. Dan 2 diamond bodies als ik kan. Ja. Ja, dus je ziet me weer niet? Ah, oh, dat is zo kut, hè? Kijk je mij nu aan? Nee, ik sta even achter je. Oh, want ik wil een diamond body gooien. Ik gooi hem gewoon. Ga je schrikken? Ik wil dat wel durven. Kijk die chest, ja? Zie die chest voor je? Ja. Oeh. Oh, deze kist. Oké, ja. Ik heb alleen dus een broek nodig, daar ben ik. Ja, ik heb ook een broek nodig, maar die kunnen van iron maken, want ik heb genoeg iron. Oh, nice. Oké, dan kunnen we daarna op avontuur, want het is wel tijd om te bewegen. Ik heb ook een pickaxe nodig. Ga zo naar heb je die? Ik heb 1 pickaxe, man. Oké, ik heb er ook, maar die is bijna kapot al. Maar! Dit gaat wel lastig worden. Maar we gaan gewoon, let's go, Duff. Ja, tuurlijk, maar waar zit je nu? Ik volg jou wel. Jij mag de leiding nemen, want... Oké, is goed. Zie je mij wel dan? Ja, ik zie jou wel. Ja, gaan we godverdomme, jij had altijd recht omhoog. Je denkt gewoon niet de anderen. Eikel. Hier, ik ben het. We zien dat daar onze buren al gaan alweer naar de burenburen toe, dus wij gaan hier ook weer omhoog. Let's go. Ik volg jou, mijn vriend. Ah, fuck. Ik zit precies weer bij een stukje waar een steen bovenop zat. Duff, wat is de hakken gek. Oh, ga je helemaal naar de top toe? Ja, tuurlijk. Oh, niet. Ik dacht, we gaan naar de buren toe. Oh, shit. Ik kom naar beneden. Ik ben van onderweg naar de buren toe. Ik zie het, jongen. Ik zoiets heb van, weet je, we moeten gewoon snel zijn. Wel weinig food, though. Ja, we hebben een meloen, hè? Hij kijkt naar je. Careful, Duff! No! Oh my god, oké, dit was spannend genoeg. Oh my god. Dit ga ik niet nog een keer doen. Dit is jouw beurt. Echt waar. Oh my god. I'm done. Oké, kom pussy boy. Come here, little chicken. Don't be afraid. Oké, je bent er. Heb je een pickaxe? Ja, ik heb wel shifted. Ze zien me. 1, 2. Ik eet een gauw appel, ik ga erin, ja? Oh, je bent er gewoon in, joh. Natuurlijk. You know me. Hij is down. You know me. We hebben alleen kill. Nice, netjes. Oké, dan. You know me. Moeten we wel meteen nu gaan oppassen. Wacht even. Ja, je kan zeggen wacht even, maar de buren van deze buren die kwamen hier al naartoe, hè. Dus we moeten wel even oppassen. Ik kreeg even een gapple. Ja, ik heb geen andere... Oh, kut. Ik zie nu pas dat ik broodjes heb. Maar maakt niet uit. Het is hier al helemaal afgemaakt, ouwe. Wat, ze zijn al hier dus? Ze kunnen hier naartoe komen, zeg maar. Alleen okay, eentje nice. Op hun eigen eiland en ze hebben wel diamonds, zie ik. Oh, wacht. Ik heb eentje met een knockback 1 soort voor je. Met diamond. Not bad. Ik wil eigenlijk gaan, maar ik denk, nee, dat is de YOLO-achtig. Wacht, ik ga die gast even onze teammate even spullen geven. Hij heeft geen moer. Heeft hij echt helemaal niks? Nee. Nou, ik geef hem van wat spulletjes. Oh, kom, ik zie het hier, ja. Kom omhoog. Oké. Ja, dit is een beetje op de tas spelen, dit. Een beetje van, oké, Laat staan. Hier heb ik een knockback 1 soort voor je. Een diamond. Oeh. Ik heb zelf een sharpness 1. Neem jij die knockback 1, dan hebben we allebei wat. Ik heb ook nog een sharpness 1 trouwens. Oh, nice. Dat bedoel ik. Nou, even kijken. Wacht, dan zet ik deze eventjes goed neer. Zo. Oké. Wacht, waar heb ik nou mijn pickaxe gelaten? Hij is boven. Moet nog eentje hoger, Duff. Klopt. Daarom maak ik het hier even open. Dan kunnen we hier zo allebei vertoweren. God, waarom Oké, ze komen. Waarom wil je nou weer toweren? Oké, die is eraf? Nee, niet. Ook niet. Deze wel. Oh nee, je mag me! Oh nee, je kan het zeggen. Ik kan jou niet mappen.
Okay, zo. Ik heb er twee af. Gelukkig, ouwe. Ik was bijna dood, man. Ja, hij tikte me net eraf, maar ik viel eentje lager. Dus oh my god, ik heb echt gewoon lopen slaan. Jij kan me natuurlijk niet zien, hè? Nee, maar één van ons team is wel dood. Dus pak, hier ligt duim met Leng, zou. Ja, die ga ik pakken, ja. Gaan we lekker oppakken, hoppakee. Of jij hebt ze? Oké, dan. Tuurlijk. Ah, is goed. Ja, is cool, is prima. Ik heb nu full duim. Wacht, ik hoor iemand klimmen. Is er iemand bij ons? Holy freaking shit. Ik heb hem in zijn rug, volgens mij ziet hij mij ook niet ofzo. Dat zou echt leuk zijn. Hij is down. Ik leg diamond body en legs. Pak die dingen. Ik probeer te defend hier. Het probleem is nu komt wel. Er komt nog in onze back. Twee zelfs. Oké, blijf gerukt staan. Ga gerukt staan. Wacht, hij ziet me wel hoor, maar... Ik wou die body oppakken. Wil die body oppakken. Daar is hij. Oude pikkenpipe. Ga erin. Crimineel. Oude crimineel van achter, jongen. Oh, ik viel ingevallen. Ik lig weer helemaal beneden. Hij is eraf. Oh, ik ben eraf. Twee keer knockback. Holy shit. Leef jij nog? Ja, ik leef nog. Oh, Jezus Christus, man. Deze map is zo kut boven. Ja, maar wacht even. Kan ik jou nu dan wel of niet zien? Dat is meer de vraag. I don't know, bro. Even kijken waar ik dood ging. Was dat hier? Ja, maar nee, ik kan jou natuurlijk niet zien. Ik zie jou gewoon echt niet. Oh, dat is zuur. Ze vechten boven weer. Doei. De winnaar voor het team, bro. Oh, dit is echt spannend. Wat dat is vorige keer. Zit jij dan hier? Ik zit beneden. Is... Ja, nee, ik kan je echt niet zien, ouwe. Als ik knap indruk, zit ik bij mij gewoon niet in de game. Oké. Gekke shit, vriend. Maar ze zien mij wel, die tegenstanders. Want anders slaan ze niet. Daarom. En je kan op zich best winnen. Ik bedoel, het is een 1 tegen 1 tegen 1 tegen 3. Tegen 3. Ja, één team heeft toch steeds 3 man. En dat is, Zijn volgens mij ook campers of ligt dat... Ik ben even aan het rondneuzen, maar ik zie hier sowieso één persoon en één persoon op elkaar schieten. Ja, ik heb hier een 3-man team in een, ja, ik weet niet hoe moet ik dat zeggen. Het zit hier al met z'n drieën nog. Maar hun gear daarentegen is redelijk, zeg maar. Jij hebt beter gear dan hun. Als je full diamond hebt. En die 3-man zit op dit moment te hunt op één iemand met full diamond. Dat is een probleem. Ik heb... Oh nee, niet. Dat is echt een probleem. Ik heb weinig keren om te bouwen, maar... Dus blokjes om te bouwen, maar dat heb ik wel. Oh, die één persoon gaat tegen die 3-man team te vechten. En die gaat... Nou... Ja, ik heb echt een pokken stukje. Hij schiet gewoon... Iemand eraf! Wat? Lol! Oké, ik zweer deze kerel die Mr. Brilhante... Of zoiets, Brilhante. Ik weet niet hoe zijn naam uitspreekt. Ja. Kan nog wel eens een pittige fight voor je gaan worden, man. Ja, is goed. Ja, dit is wel iemand die hij, weet je, hij neemt rustig de tijd voor en kijkt wat hij doet. Dat is ook belangrijk in PvP. Ik wil respect voor deze vent. Kut, sorry. Ik moet echt naar beneden hier, though. En hij werkt ook heel erg met lagen. Kan je zien waar ik klim of niet? Kan je zien waar ik klim? Ik weet mijn god niet welk eiland je zit. Ik loop nu op een groen eiland. Loop je helemaal op een dak? Ik loop nu op bovenop zo'n brug loop ik. Ik wou je dat ik ja kan zeggen, ouwe, maar ik heb echt waar geen idee. Ben je naar een eiland aan het gaan met allemaal lava? Ja. Dat is dus die 2-man team zitten in dat paarse. Ik zie het. En die andere zit buiten. Ja, die andere. Die als je met knockback schoot komt, map je hem er zo af. Het probleem is alleen... Ik kom van boven, hè. Ja, dus als jij snel springt van achter en hij let niet op, is het eraf. Maar tenzij hij nu 1 blokje naar beneden gaat, dan heb je een probleem. 1 en 2. Oh, nice one! GG, pas op voor die pijlen. Ja, problemen. Lekker. Bouw dat fort, nice. Oké, dan. Oké, pas op voor dat lava achter je, want ik denk dat je dat wel ziet. Oké, hij komt naar je toe, hij is aan het bouwen. Hij is bijna bij je. Be prepared. Oh, je hebt jezelf verraden. Oké, hij gaat weer lopen en met zijn pijl en boog. Hij zit precies in één gat. Ik zie het. Jan is doodgebrand. Lekker voor hem. Oké, grap. Jij moet hem uitschakelen dan diegene onder jou. Ik kijk wat diegene onder jou gaat aanpakken. Het gaat allemaal in de fik hier, hoor. Ja, dat komt door dat lava, man. Ja, dat snap ik, waarom er iets in de fik staat. Die kerel onder jou, die doet niks. Die staat letterlijk stil met zijn woedenswoord. Die staat echt zo van, wat moet ik doen, dus. Dus jij tegen hem. Oké, ik ben even naar de Hij komt eraan. Hij is nu letterlijk bij je. Eén sprong en hij zit op je eiland. En hij rent nou weer snel weer terug. Er nog eentje beneden, jongen. Dit is echt fucked up. Dat zijn van die momenten waar ik echt te twijfelen van, jongens, wat moet ik hier gaan doen, man? Ja, maar diegene onder jou die zit alleen maar te kijken en die beweegt letterlijk niet. Hè? Waar zit jij nou dan? Ja, hier. Oh,
Hij stond net namelijk wel in de fik. Yo! Nice, maar jij kan het niet zien natuurlijk, jij ziet niet waarom ik... Nee, ik zie alleen iemand vliegen. Oké, deze Kirui Indie heeft letterlijk diamond leggings aan. Of gold boots en een leather helm en een diamond sword. Hij kijkt nu wel naar boven, zijn ziet jou denk ik. Maar hij heeft zichzelf helemaal ingebouwd dat hij niet kan gehit worden door de lava. Ja, die lava, dat is echt fucked up. Ja, maar dat heeft dus iemand daar neergezet. Ja, dat snap ik. Maar je bent... Pas op voor die lava, pas op voor die lava. Ja, ik weet het. Holy shit, ouwe. Ik heb die lava met mezelf aan het hakken, hè. Levensgevaarlijk dit. Ik weet het, jongen. Ben je klaar voor Duf? Ja, ik zit te kijken binnenin naar die kerel, hoe je hem gaat ownen. Oh, hij komt binnen. Pam, pam, pam. Lekker, ouwe. We hebben gewonnen. Dit wordt even spannend, jongen, maar we hebben hem. We hebben hem gewoon, GG. Kijk hoeveel kills je hebt, man. Holy shit. Ja! Yeah, 3-2, let's go, mensen. We gaan er weer tegenaan. Hallo, Dufsky. Yo, ik heb daar nog niet gecheckt of ik jou nu wel zie. En het antwoord is ja. Oh, ik zie jou. Oh, ik jou niet. Lelijk. Ik zie jou niet, ouwe. Ik zie jou niet, ouwe. Halleluja nou, man. Prank! Oké, ga ik. Ik heb hier spullen voor je. Hey, wat pak je mijn hengel, gek? Ik heb nog een hoedje voor je hier. Neem een hoedje. It's just a prank, dude. It's a prank. Oh ja, had je gezien het filmpje dat hij gestoot werd? Dat hij echt keiharde klap kreeg? Dat hij, Ja, dat hij heel die neus naar de tering was. Lekker voor hem gewoon. Ja, maar weet je wat is? Kijk, pranks zijn leuk als ze grappig zijn. Maar op dit moment worden pranks uitgehaald waarbij ze mensen zogenaamd neerschieten of dit of dat. Ik denk van, er zit een grens, hè? Er zit een grens. Waar? Grensrechter? Oké, okay, ja, we gaan proberen op te winnen. Ik begin wel een beetje raar te doen. We beginnen een beetje met zijn vorige game als een victory. En even, oh my god, kunnen we die gasten naast ons gebouwd hebben dan? Oh, het zijn die patatjes. Het zit er sowieso al bij. Lol. Maar even, we hebben wel een is dit iron? Wat? Nee, dit is geen iron. Maar als ik eerlijk ben, hebben we best wel slechte shit. Wacht, moet jij een gouden appel hebben? Ik heb er 2. Ja, gedag. Oké, wacht hier. Hou me in die... Gooit er me bijna van af, eikel. Oké, ik ga gewoon, YOLO. Fuck it. Wat weet je dit? Oké, wacht. De buurman heeft een pijlenboog. Oké, doe maar. Oké, ik ga proberen die kill hier eraf te gooien zometeen, of iets. Oké, wacht, even kijken. Rechts van jou, achter jou letterlijk. Die kill die vertrouw ik niet helemaal. Hij is weg, hij heeft pijlenboog. Ren. Wat schiet je op me, Abbe? Heb je nog, heb je iets te happen? Ik heb een stukje vis hier, Oh, godverdomme, wat ik heb een adem beneden. Ik gooi ook pijlen achter je aan, want die heb ik ook. Jij hebt toch een pijlenboog als het goed is. Ja, wat zijn die pijlen dan? Die heb ik naar beneden gegooid. Nee. Oh jawel, ik heb ze opgepakt al. Die stekken natuurlijk in mijn inventory, ja sorry. Wow, no check hoor, want dat zijn de enige die aan het bouwen zijn in het midden. De rest gaat natuurlijk, dat haat ik van deze map. Je, niemand bouwt hier. Ik gooi nog even wat blokken op jou, hier alsjeblieft. Dan kan je het tenminste... Oh, ik moet het doen! Ja, het volgende potje heb ik een deel gedaan. Ik kijk wel uit nu. Ik ga nieuwe blokken halen. Wacht even hoor. Ik ga iemand even... Maar hebben wij hier geen diamond mine of zo? Nee. In deze map heb je geen moer. Dus dat is het probleem. Mensen gaan lopen campen als de mallen, want ze vinden het eng. Om naar het maar midden gaan. Is echt OP dan. Dat kan niet anders. Ja, weet ik. Weet je hoe vaak wij deze map spelen, Duf? Jawel. Ja, maar hoe vaak ik het midden haal? Altijd. Nee, want ik word altijd op het laatste moment eraf geschoten. Oké, je moet wel zeggen, er zijn nu twee teams aan het bouwen naar het midden ook. Maar wij zijn de enige... Oké, pas op. Hij gaat schieten. Ja, maar wij zijn de enige die... Ja, maar die vent daar helemaal achteraan. Die beschoten worden. Ja, we kunnen ze niet raken. Ja, maar sneeuwballen komen niet eens in de buurt, grap. Ja, maar Aaron ook niet. Ja, die gasten hebben ons, houden me in de gaten, weet je. Vergozer. Ja, hij is aan het andere eiland gekomen. Aan de andere kant zit ze ook te kijken. Als we dit dan zo doen. Hè, als ik... Oh, shit. Oh, dit is eng, ouwe. Ja, wacht even. Die gozer is irritant. Die gaat ons toch niet afkrijgen, weet je. Eén doet is al bijna in het midden, hè. Ja, maar ouwe, kijk wat ik hier aan het bouwen ben. Ik ben helemaal een tunnelsysteem aan het bouwen. El ja, Chapo. Dat komt ook best naar ons toe nu. Van El Chapo dit. Wie komt naast toe dan? Ja, of vanaf die kant? Weet je wat? Oh, kom Duf, we moeten echt opschieten. YOLO, ga gewoon, kom. Laat mij. Gast, wacht, weet je dat heel zeker? Ja. Oké, als jij nou daar eerst laag plaats ik een tweede laag erbovenop. En bouw ik ondertussen even hier nu een laagje snel aan deze kant. Oh, ik word geschoten. Pas op, voorzichtig. Rustig aan. Ik ben niet zo snel. Je moet die andere kant ook bouwen, hè. Dat is belangrijker. Ja, ik doe mijn best. De andere muur, juist, die. Tegen dat we niet eraf kunnen geschoven kunnen worden. Meer hoeven we niet te doen. Wacht even, ze komen naar ons toe. Wacht, rustig aan. Deze kant. Ze komen iets te dichtbij. Oh, ik heb trouwens geen wapen! Maar ik heb een pickaxe voor je als wapen. Ja. Ik heb alleen een axe zelf. En ik heb ook geen eten meer, dus ja. Oh, er zijn nog mensen in het midden. We moeten echt gaan. Scheid. Anders hebben we verloren. Ik heb nog maar 4 blokken. Weet je, fuck it. Anders gaan we, fuck it. Ik heb geen blokken meer, ouwe. Ik wel.
Ja, maar ik kan dus geen veilige muur maken, bedoel je? Ja, dat is super irritant. Er worden echt van alle kanten beschoten. En de andere dudes zitten al in het midden. Die zitten gewoon pas op, ze gaan op je knallen, Die mochten gratis, weet je. Wij moeten kapot van struggelen. Van twee kanten worden we geschoten. Ik ga gewoon even ons eiland hier defend, dat ze niet verder ons toe kunnen. Dat ze gewoon vastzitten daar. Probeer door te gaan, ik hou ze een beetje in de gaten. Oké, ze gaan door met... Je kan nu go. Oké, we zitten op het eiland, want ze zitten wel binnen al, hè. Er zitten al een paar gasten binnen. Daar zit een kist. Open die kist, kijk wat erin zit. Ja, ik wil kijken of er die kist. Ik kan niet bij. Ik moet even uithakken. Oké, want ze willen naar mij toe komen. Waar is die kist? Acht, onder je. Eentje onder me? Ja, eentje onder je. Oké, chill. Golden boots en arrows en bows, maar... Dang it. Wacht, ik probeer... Oké, ze bouwen dezelfde tactiek, man. Kan je terugkomen? Nee, we moeten gaan, man. Oké, bouw je door, dan bouw je door. We moeten gewoon vechten in het midden. Wel nu meteen, anders gaan we echt die fight niet meer kunnen winnen in het midden. YOLO, weet je. Dan gaan we met pickaxe moeten we vechten. Dat is nog kutter. Ik heb een axe, man. Ja. Ik probeer het hier een beetje moeilijk voor ze te maken. Ik bouw het hier een beetje dicht, zeg maar. We zijn echt vet slap vergeleken. Jij bent in het midden, hè? Ja. Ik kom achter je aan, ouwe. Kom. Doe shift. Want ze komen wel hier naartoe nu. Ja, doe shift, ben ik veel te slow, man. Kom. Hij is alleen namelijk beneden. Ja, rechts zit ook nog eentje, hè? Ja, we pakken die ene. Voet bij me dit event. Ja, maar welke gaan we? Pak die hier beneden, kom. We gaan via hier. Kom bij me staan, ja? Ik ben heel dichtbij. Coco, die andere kijkt nu niet namelijk. Duf, pak die andere, die achtste. Je bent full diamond of wat? Ja. Oh, zet mij een hoekje. Ja, kan je nog ontsnappen? Ik ben nog aan het hitten. Oké. Okay. Oh shit, wat zijn we goed. Achter ons. Oh, ik ben down. Kutzooi, ja man. Dit is niet te doen. Freaking hell. Ik heb met mijn pickaxe, moet ik echt mensen hakken, jongens. Niet te doen dit. Ga je nu 2 tegen 1, good luck. Geen diamond sword gepakt, jawel. Ja, maar hun kunnen hier beneden allemaal goede OP spullen pakken als de rust erin lopen. We hebben trouwens wel mooi afgebrand. Wow, waarom? Ja, 2 tegen 1. Heb je nog genoeg AP of niet? Nee. Jawel voor 1. Deze ga ik denk ik niet hebben. Oh my god! Homo. Oh my god. Wat moet je nou? Hier ligt trouwens een enchanted diamond sword, maar bij die diamond pijl. Ja, ik wil die broek hebben. Oké, ik ga eens even kijken of er nog iets om je heen gaat gebeuren. Waar is het diamond sword dan? Hex, rotjochie. Ja, toch! Ja, je hebt hex, man. Sowieso! Zou je ze uit willen zetten anders? Nee. Ze werken veel te goed. Oké, I can confirm, er is een 2-man team bezig tegen 1 persoon te vechten. En jij leeft dan nog, en dan is er ergens nog een 1 persoon en die... Kan ik zo 1, 2, 3 niet vinden. Oké, het probleem is nu wel, is... hier is die enchanted sword die je bedoelde. Sharpness 1, knockback 1. Ah, je zegt gewoon weer hex. Ja man, je weet. Dat soort mensen, echt jongen. Die kunnen het gewoon niet hebben, klopt. Dat ze gekilled worden. Ja, klopt gewoon. Klopt. En dan is het zo van, ja het is een 2 tegen 1 en wij vallen hier al meer aan, we doen al meer damage, dus jij hebt hex. Hij zegt... Oké, we hebben ze geslopen met pickaxen, man. Wat is er, jongen? moet ik dan nu ook tegen hun gaan zeggen? Ja, hex, want ze hebben mij gekild omdat ik een stone axe had. Ja, tuurlijk. Echt een buddy boys. Maar we moeten nu even checken hoe ik het ga doen, want... Hij vindt het wel belangrijk om gewoon goed te blijven spammen. Ja. Mij is hij een beetje boos. Hey, er is ook nog steeds een... Ja, ik weet niet, man. Team. Ik kan niet wachten. Ik wil gewoon iets doen. Oké. Ja, wat je kan doen is, jij kan... terug gaan naar je eigen eiland nu. Dan teruglopen naar het eiland van onze buren. Dan kan je daar een klein aantal blokjes plaatsen. En dan kan je via iemand achterkomen. En dat is ook meteen afgemaakt naar deze volgende. Ik wou eten pakken. Dat was ik op zoek naar. Eten. Ze hebben allemaal geen eten. Ik heb geen eten. Oh, hier. We gaan wappels. Kijk eens. Heb ik ook niet. Ik heb ook geen gappels. Die liggen ook ergens. Hier liggen nog appels, man. Achter je. Hier, rooien. Ja, maar die heb ik niet nodig. Je wil eten. Ja, ik heb al eten gegeten. Ik wil gewoon even gappels vinden. Yo, dit kan allemaal even weg dit. Het is echt fucking veel troep heb ik in mijn shit zitten. Veel troep in mijn shit. Oké. Waarom zie ik geen gappels? What the fuck? Wat is dit voor middelste basis? Heb ik die al... Wat? Er zit iemand achter je, boven je. Op het eiland. Hij zit nu kisten open. Hij heeft alleen geen diamond helm aan. Hij staat best wel hoog. Ik ben echt de Urkel. Die heb ik nodig namelijk. 5. Gast, kijk nu links van je omhoog. Daar staat een naam. Je ziet die trap en dan die tweede trap gedeeld. It's under you. Kijk, ik haat die gast. Daar heb je hem.
Waar is hij? Jij loopt er nu letterlijk hetzelfde hoofd. Hij gaat nu gehoord. Hij heeft je gezien, ouwe. Hij zit letterlijk... als je hier nu naar links gaat... Ja, Eten. Hij heeft een gouden appel. Hij heeft ook een armor sword in zijn handen. Waar is hij? Hier links? Hij zit achter je, zeg maar. Daar. Waar je, even kijken. Kijk iets meer naar rechts nu. Iets naar links. Daar, ja. Waar je nu naartoe kijkt. Oké. Okay. Hij zit daar nu te campen. Hij zit gehurkt. Dat is geen probleem. En voor de rest, ja, die andere zit nog op het eiland. Dat is een 2-man-team dat leeft nog. Dus ja, dit kan nog wel eens lastig gaan worden. Oké, daar is geen probleem. Jongens, zei je net ook dat het lastig zal worden, maar... Ja. Viel wel mee. Oké, hij probeert hier weg te komen. Hij zit te springen, hij zit omhoog te kijken. Hij zoekt jou. Ja, dat snap ik. Hij is een beetje in paniek, want hij beweegt gewoon totaal niet meer. Oké, lekker. Oké, nu moet je rechtdoor gaan. Ik zie hem. Ik ga gewoon shiften. Best. Het duurt even lang, jongens. Hè? Het duurt lang, want ik wil langzaam... Hij heeft een gouden appel, hoe dan? Hij is bang. Hij is echt bang. Hij denkt echt... Hij heeft te veel, man. Oké, hij loopt nu naar onder. Jij ziet... Oh, hij staat nu niet meer gehurkt. Is hij binnen? Nee. Hij zit onder... Hij zit op een broccoli stam. Hij zit letterlijk onder je nu. Het probleem is... Nu, als je hier nu naar beneden maakt, ben je hartstikke down. Dus ik moet een beetje hier minen. Waar je deze kist ziet, hier, achter je... Ja? Nee, dan moet je nog een paar blokjes verder naar achter doen, man. Je moet echt... Hier met mijnen. Ik kan hier beneden vallen, hè. Ik wou dat springen, maar... Ongeveer, ja, waar je nu ongeveer mined. Of nee, iets naar achter, iets naar achter. Ja? Ja, ongeveer daar. Daar kan je een heel stuk veilig naar... Voor mij een stuk veiliger naar beneden. Oké, wat doe ik? Doe maar even 2 breed, ja, voor het geval dat. Godsamme, wat een langzame pot wordt dit zo. Ja. Heb je dat YOLO op hem? Waar is hij? Hij zit nog steeds hier gehurkt, ouwe. Ja, ben ik dichtbij? Redelijk. Oké, wacht. Ja. Oké, ga op die trap. Ga op die trap. Moet ik naar beneden erin? Ja, ga op die trap. Ga op die trap. Geen damage. Oké. Loop nu naar voren toe. Daarin? Of nee. Andere kant op. Trap af. Oké. Tot je hier bent bij deze bocht. Je hoort hem. Naar rechts. Hier, rechtdoor nu. Nu doorlopen, lopen. En als je nu een blokje wegmindt, zit je voor hem. Hier zit het. Hij gaat nu naar boven toe, of niet? Ja, hij zit hier beneden. Hij zet hier nu hout neer. Als je nu een blokje... Ja, oké. Okay. Hij zit hier rechts van je. Rechts beneden. Snoip, mate! Oh my god. Oké, dit potje is grappig. Maar... Wat ben ik toch ook een coördinator. Ja, je hebt goed gedaan. Dankjewel, kapitein. Oké, maar meneer Haak. Yes. Arr. Ik weet niet wat ik... Jij kan nu, als jij wil... Holy moly. Terug naar je eigen eiland. En ze zitten op onze bureneiland helemaal af. Zitten op de pizza. 2 mensen. Wat, zijn ze nog steeds op het eerste eiland? Hun zijn niet naar het midden gekomen, nee. Maar ze hebben ook allebei niet full diamond. Dus wat jij nu kan doen is via jouw eigen gemaakte weg helemaal teruglopen naar je eigen eiland. Ja, waar was die ook alweer? Zeg je? Waar is die ook alweer? Waar is die ook alweer? Ja. Dit potje is zo stom. Waar zit jij überhaupt? Ja, ik zit in binnen. Hier. Ja? En dan nog 1 verdieping naar beneden? Ja. Oh, je kan binnen, hè? Ja, en dan even kijken. Omhoog lopen nu. Daar. Omhoog, deze voorbij gaan en dan... Nee, de volgende gat. Dit gat, ja. Ja, hier kwamen we doorheen toen. En je ziet ze daar al op die pizza daar. Je ziet ze daar, alle 2. YOLO, ik ga gewoon. Als ik dood ga, dan ga ik dood. Ik ben te lui. Oh, het zijn die gasten. Ja. Die in het begin gingen campen tegen ons, weet je nog? Nee. Deze komt van een heel ander eiland. Deze is namelijk hier naartoe gekomen. Oh, duf. Dit weet je niet. Je hebt het zo dichtgegooid. Ja, ik dacht dat is handig, maar ze hebben het uiteindelijk gezien en gingen er niet doorheen. Oké, ga maar. Ze zijn bang voor je, man. Oké, de ene heeft lava in zijn hand, dus die pas op voor een lava poel. En ze gaan de boel wegmine, I guess. Nee, niet eens. Lol. Jawel. Jawel, toch wel. Oprotten. Laat staan die handel. Heb je gouden appel? Nee, ik heb helemaal niks. Dat is fucked up. Oké, dan wordt het... Hij heeft nog wel gouden appel, zie ik. Maar die heeft natuurlijk wel mindere keer dan jou. Haal ik het nu wel naar het eiland, zeg maar? Ja, je kan springen. Oh. Het is nog steeds springbaar. Weet je, het is... Ik moet gaan. Weet je, ze gaat toch niet komen? Dat is het probleem. Dit zijn campers. Deze gaan campen totdat ze de game hebben gewonnen. Klaar. Oké, opgelet. Go bro, go. Go. Oké, die ander gaat nu een gouden appel eten. Lekker, hij zit zichzelf in de fik. Nee, ik weet het. Nice. Ik gooi nice, nog een keer. Hold on. Holy shit. Kut, ik heb geen randje waar ik op kan komen. Oké, één is down gebrand. Ja hoor. Ja hoor. Gewoon weer een win. Oh my days. Oh my god! Holy shit! Wauw.
Oké, okay, nou ga je. Nu moet het jou het einde halen, come on. Is goed. Oh, dit is wel spannend, jongen. Laatste fitty. Oké, boys, let's go. Potje nummer 3. Hop, 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 hop. Er zijn hier super veel kisten, ouwe. Ja, nice. Pak jij maar alles maar. Ik kom zo bij je. Het is een team van. Ja, oh, fuck, het. Fuck. En daarom die. Ja, die dude. Er is nog één dude in ons team. Dat was vergeten. Echt? Ja. Ik dacht twee mans team waren. Nee, het is drie dans teams. Oh, maar gelukkig heb ik. Was jij beneden gegaan als eerste? Ik heb een diamond pick. Dus ik ga meteen al die diamonds hier mine houden. Fuck dat. Ik pak die chest ook meteen. Ik haal alles eruit. Ik haal alles eruit wat erin zat. Ik heb alles een beetje gepakt. Wij naaien ons team, want we zijn altijd hard, hè? Ja, we naaien niemand. Ons naaien ze ons. Maar goed, wij hebben ook niet gevraagd om een extra team, man. Nee. Waar ben jij? Hij wil die diamond broek van me gepakt. Dat was kut. Oké, hij gaat spullen gooien, die gast. Chill. Okay, oh, gooit nice. Die ding op jou? Ja. Oké, wacht. Ik heb 18 diamonds. Ik heb 3. Ik heb wel een diamond sword al, dus dat is prima. Ik heb alleen een helm nodig. Ik heb ook een diamond sword. Ik moet even kijken, diamond body. Nee, wat heb ik eigenlijk? Ik moet een diamond leggings en een helm. Ik wil ook diamond leggings en een helm. Liefste helm. Oké, ik heb 2 leggings gemaakt en we kunnen nu geen helm meer maken, sorry. Maar man, ja, het ook wel die dingen de helm op. Ja, je hebt toch nog 3 diamonds, kunnen we 1 helm maken. Oké, ik gooi naar jou die helm. Dan heb ik een ander soort helmpje op. Maar man, ja, het is cool, het is cool. Neem jij die helm? Is goed. Wacht, geef ik jou een extra gouden appel, ja? Dan neem ik er 1, neem jij er 2. Ik heb er al 2. Oh, dan krijg je er eentje. Haal bij, hou bij, hou bij. Oké, is goed joh. Nee, ik doe ook een keertje aardig. Ja, maar ik heb jouw aardig aan. Ik heb met pijlen, dat vind jij beter. Oké, ik heb wel een boog. Maar ik heb ook pijlen nodig nu. Thank you. Oké, let's go. Oké, ik heb genoeg eten, dus dat is ook chill. Ik heb maar 2 happies. Ik heb ook 7. Wat heeft hij nog nodig, die teammate? Genoeg. Helemaal niks, hij heeft alles al. Ja, we kunnen beter gaan, Duf. Ik zit even te spieken, ouwe, maar... Oh my god, deze map is zo super vet, man. Man? Die art, jongens. Echt, die denkt... Oh, dat is ook slim, vanaf onder te gaan. Oké, okay, wacht even, want het wordt al bekeken. Ja, maar wil je dit echt gaan doen? Ja. Wil je dit echt gaan... Hij gooit bottles, ouwe. Hij heeft dingen gevonden. Help bottles. Ik gooi hier bottles voor jou. Hij gooit gewoon op jou. Wauw. Ja, hij wil samenwerken, tuurlijk. Hij is wel slim. Wacht, zou ik hem een gouden appel geven dan? Nee, misschien... Yo, grappie. Misschien heeft hij het zelf al. Dude. Wil jij een gouden appel of niet? Volgens mij is het Leroy, ja. Ik gooi een gouden appel. Hij heeft vast wel zin in. Op het. Oké, hij heeft er 1. Oké, eitjes. Pas op, hè? Ja, ik zie het, jongen. Die eieren gooit. Oké, en wat gebeurt hier aan onze achterkant? Oh, dit wordt echt zo'n camp match. Ik zie het wel. Ja, maar het is, wij kunnen niks doen, maar zij kunnen ook niks doen. Het is wel een vette map, maar het is wel echt zo'n camp map. Alles camp. Probeer niet op zo'n rand te staan. Het is gewoon zo, wanneer één iemand op het randje staat en je hebt een pijl of wat dan ook, dan is het gewoon klaar. Dus één team is al in het bouwen in het midden, weet je wel? Waarom moeten wij altijd van die teams tegen ons hebben, of naast ons hebben, die ons aankijken en er verder niks aan doen of zo? Oh, je hebt toch een pijl en boog? Ja. Kijk wat hier achter ons gebeurt. Oh, nee, close call, bro. Wow, kan deze keer bouwen? What the fuck? Hij bouwt een trap, maar ook tegelijkertijd een fort. Ja, die ken ik. Is heel goed. Oh, straal Leroy, come on. Mate, stop doing that. Leroy, we geloven in je, ouwe. We geloven in je. Hoeveel arrows heb ik nog? 4. Ik heb maar 4 arrows. Oh, die ene is eraf. Oh nee, wacht, hij is niet naar Todd Island gegaan en hij is doodgeflikkerd. Oh, daar zit ook nog iemand. Oké, één team is al aan het bouwen, jongen. Eén team is al bijna het midden. Ja, maar ik... Oké, eentje komt... Andere kant komt naar ons toe, andere kant komt naar ons toe. Ja, joh. Ik doe niks. Laat ze lekker. Die gasten, dat zijn kijkers. Ik zie het. Dat zijn kijkers. Die zitten heel type... Hey Duffy. Die best op wessels. Ja. Hij zit heel te kijken. Nee. Die is tegen ons. Heb ik eraf? Oh, zo close. Wat? Hij heeft geen knockback of zo. Rot op. Uiteindelijk wel. Oké, die is eraf. Lekker. Kom nog eentje. What the fuck? Hij is terug. Wat? Hij vliegt! What the fuck? Hij vloog! Hij vloog! Hey, pas op, die andere team komt eraan. What the fuck? Hij vloog weer terug. Ik wou net zeggen, dat zag jij toch ook? Ja. Ah, oh, zo, ik heb een spulletje opgepakt. Wat spulletjes had hij? Liggen wel diamond leggings die ik wel kan gebruiken, ouwe. Ja, ik heb echt dingen nodig. Een helmpie. Heb jij nog een helmpie kunnen oppakken daar? Een helm. Ik heb geen helm, man. Maakt niet uit, boys. Maar ik heb wel mijn protection 2 hier, ladder. Ligt achter je. Beter dan je nu hebt. Alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen. Dat is zeker waar, jongen. Oh, komt er. Oh, pas op. Ik zit vast. Die kuttrap. Oké, voorzichtig blijven. Holy shit. Moet u kunnen gaan, hè? Want die andere matjes zijn beneden. Ga dan. Ik hoop die aan. Ja, die teammate van ons is al gegaan. Moet hem wel backup geven nu, Duf. Ik ben er. Ja, hij is down. 1, dat is nummer... 2 die eraan gaat. Deze is ook down, deze kan helemaal niks. Nummer 3 in zijn rug. Oh, die gaat een beetje van onderlopen. Nee, ik heb hem eruit geslagen. Op het teen, nice. Oké dan. Hé, die team heeft ons ook goed hoor. Ja, deze man. Hier, ik heb van mij nog een gouden appel, jongen. Die verdien jij wel.
Hey, wat? Zijn gast is echt chill, man. Ja, ik moet zeggen, we hebben hem in het begin zoiets van, hè? Maar... Dat is altijd zo met mensen, hè? Je hebt hem nooit. Ik heb trouwens 15 diamonds al. Als je een helm wil, als je kan maken. Die, maak ik die voor je. Zou je die even fixen? Ja, tuurlijk. Tuurlijk, maar natuurlijk. Kijk, die had ik hier een helm. Ik gooi hem lekker in die troep. Succes met vinden. Shit, gooi ik nou mijn arrows weg? Nee, oké. Ga je nou echt die delm in die volle grote troep? Misschien. Duf. Oké, even kijken. Goed, ja, wacht, ik ben even 3 uur bezig nu met die helm pakken. Je hebt hem hier gegooid, ouwe. Hier. Nee, dat is een andere helm. Oh. Hij is hier. Buurman gaat meteen door. Ik bedoel onze teamgenoot. Ja, gelijk heeft hij. Wacht even hoor. Godsam, moet ik alles sorteren en shit. Ik heb een troep bij me ingegooid, wat ik niet ga gebruiken. Ja, heb ik ook gedaan. Kijk, hij is doorgegaan. Moet wel door. Lekker hoor, lekker duf. Dat was een goede eerste fight. Ja. Leroy, 538. Als je Nederlander bent en je kijkt onze video's. We houden van je. I love you. Eindelijk een keer een teammate die niet een fucking derp is. Nou, eigenlijk is een keer teammate die ook zelf initiatief toont. Die zoiets heeft van, weet je, come on. Come on. En moet ook wel zeggen, natuurlijk, wij helpen hem mee. Dus hij heeft wel zoiets van, oké, we hebben een... Hoe kijk hem, joh? Ja, we zijn binnen. Wauw. Loop eens door dan, Leroy. Als Leroy nou doorloopt, dan kunnen we gaan. Lekker, Leroy. Als we gewoon doorloopt, dan kunnen we winnen. Juist. We zijn binnen, ouwe. Oh my god. Gapples! Gapples voor deus! Oh, dit is zo lekker. Oké, lekker. Oh, die diamonds, ik ga ze allemaal wegminen, ouwe. Fuck it. Niemand anders mag ze hebben. Oké, wat nu? We zitten nu in het midden. Heb ik bouwblokken genoeg? Het is heel simpel. We can do whatever we like. Ik heb geen stackie, maar ik heb wel spulletjes. Zo, deze is allemaal van mij. Deze moet ook allemaal mee, hoppatee. Zonde als hier dadelijk iemand komt. Is er een SM aan mijn table? Nee, zoek hem dus. Wel een traag potje, moet ik eerlijk zeggen. Ja, hier is een enchanted table. Hier is een enchanted table. Je team heeft wat camped, hè? Dat zie je nu wel. Hier is een enchanted table. Hier zo. Dus ik ga even maar die pakken. Oké, dan ga ik hier level mijn... Level 3 kan ik alleen maar erop gooien. Are you kidding me? Wacht, als we deze er even hier weghalen, kunnen we lagere levels doen. Ja, doe dan. Dat is makkelijker. Wacht, er komt iemand aan, hè? Een teammate tegenstander. Oh, hij gooit lapis. Dat heb je nog niet nodig. Wel. Jawel, want het is 1.8. Ja, maar dat hebben we nog niet nodig voor het Team Skywars. Jawel. Oh. Oh, ik krijg helemaal level 2 in chance. Waarom? Protection. Ja, protection wil ik. Dank u wel. Protection. Projectile protection. Sharpness 1. Ik heb Sharpness 1. Nice. Bam, bam, bam. Oké. Even kijken. Wil ik XP bottles? Ja, geef mij. Ah, geef me XP bottles. Die gast is chill, man. Ja, hier heb je trouwens nog lapjes als je nodig hebt. Chill. Ik ga heel even naar de top toe. Even spieken toch? Even checken. Oh. Oké. Ik zit op een lucky block. Zo ziet de lucky block er dus uit. Oh. Oké, eentje op ons oude eiland. Die gaat in ieder geval daar nu naartoe in zijn eentje. Dan zijn we twee keer één personen. Oké, dan hebben we deze game sowieso gewonnen. Dat weet je wat we doen? Anders. We gaan gewoon. Fuck it. Ik heb geen sim te wachten. Het duurt veel te lang. Oké, let's go. Dan moeten we naar ons oude eiland terug. Oké, terug naar ons oude eiland. Op naar de onzichtbare bootmobiel. Okay. Maak even een mooie trap voor iedereen dan, hè? Dat doe ik toch? Dankjewel. Ik weet... Nee, zo ben ik. Nee. Pas op, Duf! Hij gaat geschoten worden. Ja, dat zal, maar goed, ik ben al aan het rennen. Ik heb hem geraakt. Oké, ik ben hier. Maar, ja, was er net op ons eiland, of ben ik nog gek? Nee, niet ons eiland. Hij stond aan de andere kant helemaal. Oh, man! Wat ben jij voor een coördinaat trouwen? Ik... Die Leroy kon wel bruggen bouwen trouwens. Ja man, hij heeft daar die tankbrug gebouwd. Dat is gewoon een nieuwe tactiek, de tankbrug. Dat is echt sick. Okay, go. Ja, you can do it. Ik vind het een beetje eng. Nee, het kan. Hij is aan het lopen. Oké. Pas op, hij springt. Pas op. Hij schiet pijlen. Ja, nu gaat hij pijlen schieten. Ja, yep. Oké. Daar komt weer in. Leroy heeft zoiets van fuck it. Oh ja, het afmaakt al heel snel. Oh. Oké, we kunnen nu ook doorgaan naar de volgende. Wow, die arrow ging vlak voor mijn neus langs. En deze keer weet hoe hij moet boogschieten. Oké, geef Leroy's dekking. Oké, wacht, in zijn rug komt nog een andere dude. Oké, ik ben op het eiland, Hij kan nu niet hier naartoe komen, hij heeft druk, want er zit natuurlijk ook nog iemand achter hem nu. Oh, ik was bijna eraf geflikkerd. Hij raakt me geraakt met de arrow terwijl ik sprong. Wat, ze gaan samenwerken. Nee, niet. Oké, we kunnen het finishen nu. Ik pak die andere. Ik heb gewoon even een heal. Ik weet dat ik heb resistance botten gebruikt. Nee, ik heb die andere kill. Ik heb die andere down. Woo! Ja, nice, GG, we hebben toch nog een game samen weten te winnen. Yes. Lekker hoor. Holy shit, wauw. Hey, Leroy, carry hoor, hey. Ga je niet om liegen. Te weten.
Wauw. Mensen van Duffy Games en natuurlijk van Dit is een Kanaal. Wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Team Skywars. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, vergeet dan niet om eventjes die like aan te klikken. Check mijn kanaal bij Dylan in de beschrijving. Check Dylan's kanaal bij mij in de beschrijving. En have freaking fun. En tot de volgende keer. Ja, yeah, mazzel. Peace. Oh my, feels just like I know.